Yo kijkers, van Mechel Mike en vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft Skywars video. Het is een erg tijd geleden dat we als Minecraft Skywars video kunnen beginnen zonder dat we elkaar enigszins een opdracht hebben. Dus deze keer, we gaan er gewoon wat leuks maken. We gaan gewoon wat doen. Ik kreeg trouwens van iemand de tip. Je kan ook gewoon een webcam kopen voor rond de 5 à 10 euro. Die rond de 640 pixels levert. Maar als je die klein ergens ziet, zet, lijkt het net scherp. Dat is zeker waar. En ik heb ook een webcam. Ik weet niet hoeveel pixels die aan kan, maar dat is niet veel. En ten tweede, wat het kutte is aan die webcam, is die webcam doet het. Daar gaat het niet om. Maar mijn computer, die staat zeg maar helemaal hieronder. En mijn webcam, die moet dan hier bovenop. Het draad daarvoor is niet lang genoeg. Het draad is ongeveer zo lang. En ik kan je vertellen, dat is niet vrij groot. Ik weet niet hoe ver ik... Zo'n ding! Hij is in ieder geval niet lang. En daar kan er dus niet bij. Dus ik moet een webcam hebben die of draadloos is... Of draad heeft, maar lang genoeg om een computer te redden. Laten we in ieder geval niet te ver praten, veel praten. En laten we gewoon verder gaan naar de match. We hebben weer gerandom geklikt en we zijn in de map... Is dit magic? Is dit legit magic? Ik weet het niet. Stars is dit, oké. In ieder geval zijn we in de map stars. En vandaag... Spelen we gewoon... Skywars zoals het altijd deden. Weet je, dit is vaag. Van, er is geen letterlijke opdracht... Wat we gaan doen, want er zou geen Rote Pro 2 komen. Dus die komt er ook niet. Dus ja, in ieder geval, ik neem gewoon de Swordsman kits zoals ik altijd al heb. Ik zie dat er geen enkele kits bij zijn gekomen. Ik heb een tijd niet op deze server gespeeld. Komt met de reden, omdat gewoon meestal als ik erop wil spelen, wat best rare is, want ik wil er bijna nooit op spelen. Dat die eruit ligt of gigantisch hard lagt. Maar ik vind Skywars niet zo leuk meer zoals het vroeger was. En ik zie dat er alleen maar spelers quitten en... En joinen. Kijk jongens, weet je, Stars is niet de leukste map, maar Stars is gewoon... Gewoon Stars. Weet je, ik heb trouwens op random geklikt, dus ik wist helemaal niet hoeveel mensen er in deze map zaten voordat mensen fucking mij gaan blamen. Laten we er maar gewoon uitgaan, want dit... dat werkt niet. Oké, nu we dan ook echt een map zijn gejoind, is een map Bones, die hopelijk fucking godzijdank gevonden wordt. Ik weet ook echt niet. Ik klikte weer op random en ik kreeg fucking bones. Maar nog steeds. Joint er gewoon letterlijk helemaal niemand. Cubecraft. Wat is er aan de hand? Na ongeveer 2 keer op borden hebben geklikt. Of op een random poppetje heb geklikt. Heb ik een keer een map gezocht. Waar veel mensen in zaten. En ik zag dat biome zat er 12 in. Voor de rest zat er echt 1 of 2 mensen in. Dus het verbaasde me echt ontzettend. We zitten op de map Biomes, dit is de grootste map in de Cubecraft server van Skywars. En hier kunnen 36 man in. Het is ook best wel pittig knap als je in deze map legit weet te winnen. En niet met een van de hacks. Maar de hackers van tegenwoordig, goed gedaan. Het zijn er een stuk minder dan eerst. Dus daar ben ik sowieso heel blij mee. Of hackers zien het in dat het niet goed is. Of de hackers zijn letterlijk weg. Of de hacks werken niet. Dat kan natuurlijk ook, weet je. Dat is dat soort shit... Het systeem nu eindelijk vindt. En dat dat gewoon eruit is gehaald. Oké, we hebben dus een kistje gepakt. En we hebben dus nu 15 arrows. We hebben een pickaxe, wat wel goed is. Oké, we hebben redelijke stuff. We hebben redelijke stuff. Wat zit hierin? Hier zit zeker diamond fucking armor in. Dat is sowieso nice. We nemen trouwens even alles mee. En gooien we er even wat troep af. Deze hebben we niet nodig. Die niet, die niet, die niet. En deze denk ik ook niet. Ik weet niet of ik wat wel enchant op het midden. Ik ga er niet van uit. In ieder geval, we hebben een iron sword. We hebben een diamond... En ik had trouwens die schoenen wel aan kunnen doen. Maar ik heb ze er dus zojuist afgegooid. Dus dat is niet zo heel handig. Ja, wat ik altijd meestal doe is probeer ik naar het midden te bouwen. Maar ja, er zitten volgens mij ongeveer... Tot zijn 10 man in de binnenring. En dan wordt het pittig moeilijk om dan zeg maar naar het midden te komen. Als er allemaal mensen mee zitten te gluren. Of tenminste 10 man in de binnenring. Dus er zullen er wel vast wel veel meer zitten. Maar het komt even op het idee. Nou, in ieder geval, we komen wel redelijk in de buurt. Heb ik nog blokken, vraag ik me. Volgens mij had ik nog wat blokjes... Maar ik weet niet zeker. We hebben er nog 5. Oké, dan gaan we het sowieso niet meer redden. Dus we moeten sowieso even wat hout gaan halen. En als het goed is, komen we dan verder. Er zijn al 6 spelers dood op dit moment. Dus dat is heel fijn. Dan scheelt mij voor later minder werk. Oké, we hebben nu 16 blokken. Plus die 5 is 21. Dat kan jij heel goed berekenen. Dat kan ik zeker. Oké, hoe kunnen we dan veilig naar het midden? Nou, gewoon bouwen. Want ik ga niet de hele tijd weer fucking om me heen kijken. Van, oh, daar is een enemy die wel fucking wil schieten. Ik schrok me dood. Ik schrok fucking legit. Fucking pussy faggot, kom hier. Oh, ik had een boog moeten maken. Waarom gooi ik allemaal shit eraf die ik nodig had? Daar zit iemand te bouwen. Ja, ik ga hem sowieso niet kunnen raken, weet je. Fuck it. Fuck die sneeuwballen gewoon.
Weet je, als we hem raken is het mooi meegenomen, laat ik het zo zeggen. Oké, zit er iemand? Kijk, daar gaat hij weer hoor. Hup, kom op dan. Jij kan echt niet raken. Jij kan... Jezus. Oké, we hebben nog niet genoeg blokken. We gaan even wat blokjes bijtoveren. Maar ik word helemaal gek van die nare man. Die de hele tijd staat. Wachten tot ik ook maar iets ga doen en vervolgens gaan schieten. Ja, weet je, pijlen heb ik zat. Ik heb alleen geen boog. Weet je, dat is een beetje het kutten nu op dit moment. Oké. Ik zie trouwens ook dat als ik aangevallen word, dat mijn weight reset. Ik hoop dat ik het red. Ik red het als het goed is wel. Ik zag trouwens iemand met best wel hele goede... Naar het midden komen en ik ben dood. Oké, nu zitten we dan wel op de map Magic. Ik weet niet hoe ik Magic en eigenlijk Stars door elkaar had gehaald. Maar dat maakt niet uit. In dit potje maakt het niet uit wat we spelen. Dus we kiezen de Scout. Geen idee waarom. Ik heb geen tactiek op deze map. Niks. Ik speel deze map amper. Het is ook een best wel kut map. Hé, we hebben OP. Hé, nu mag het wel. Nu mogen we fucking de OP loot een keer gaan testen. Wat kan het allemaal? Nou, ik weet dat je wel zweef arrows heb. En die zijn pittig OP. Want je kan jezelf er dus mee laten vliegen. Maar je kan ook je tegenstanders mee laten vliegen. En het is pittig naar. Je kan er best wel leuke trucjes mee uithalen. Wat wel tof is. We hebben in ieder geval een diamond zwaard op zijn minst. Die hebben we. Ja. En we hebben golden apples. Dat is ook heel handig om te hebben. Hebben we de betere helm op? Ja, we hebben de betere helm op. Voor de rest, we hebben niet echt een boog of zo. Ik weet niet hoeveel kisten hier in deze mappen. Volgens mij zit er nog helemaal bovenin ook eentje. Dat weet ik niet 100% zeker. Volgens mij zit hier ook... Ja, daar zit ook nog een kist. Oké, dan gaan we die eerst ook even pakken. Als ik tenminste überhaupt naar boven kom. Dat zou wel erg fijn zijn. Oké, we zijn boven. Kan ik... God. Oh mijn god. Ik word hier zo gek van. Als je er net... ik denk dat jullie het ook wel eens hebben. Gewoon dat je er net niet bij kan. Gewoon net niet. Zo kut. Oké, we hebben in ieder geval een boog. We hebben een powerbow. Dat is op zich niet erg. Dat is op zich niet erg. We gaan deze even uit onze inventory vandaan halen. Want ik denk dat we die later pas willen gaan gebruiken. En niet dat we zometeen opschieten. Terwijl we hem nodig hadden. Dus dat zou wel zonde zijn. Ik zie daar trouwens iemand. Die heeft niet zo'n hele goede keer aan. Heel misschien kan ik hem doodsnipen. Maar ik weet niet zeker. Ik denk dat als ik hem probeer te snipen. Dat hij hem op een gegeven moment door heeft. En dat ik dan zeg maar zelf dood ga. En dat is een beetje een koekje van eigen deeg. Dus we moeten even oppassen voor diegene. Ik zie ook trouwens dat we een paar slowness arrows hebben. Dus die zijn ook wel fucking handig. Oké, die vent is dood. Dat is mooi, dan zijn we daar vanaf. Dan gaan we even naar die andere kant toe. En... Oh, die gozer probeerde ook al naar bij te bouwen. Het kan zo zijn dat hij op mijn eilandje zit. Ja, hij zit op mijn eilandje. Oké. Zullen we dat doen? We schieten eerst een paar arrows. We jumpen maar naar beneden. Oh, hij had zijn golden... Die vent heeft mij even wel helpen. Zou dat heel fijn zijn. Oh, kut, ik miste. Dat is echt heel slecht. Oké, kom op. Fuck. Kom op, ik wil die andere vent ook raken. Kut. Ik ben niet zo goed meer zoals vroeger. Ik lukt me niet om lekker te aimen. Ik zie wel dat die golden apples me erg lang in leven houden. Die gast heeft ook een hit genomen. Die andere vent komt er ook zo meteen aan. Hij mist heel veel. Nee, je gaat niet weg. Kom op. Kom op. Kut. Golden apples. Ik weet niet wat die vent aan het doen is, maar je kan gaan spams slaan, maar... Je weet. Je weet dat je zelf ook geen damage doet. Ik heb even jeuk aan mijn neus, jongens. Wacht even, ik ben heel even... Ja, ik ben wel klaar. Oké, we gaan deze vent even weer tot moes slaan. Oké, kom hier, kom op. Hey, wees een vent. Wees even serieus. Gewoon een vent. En kom gewoon vechten. Even heel eerlijk. Kom gewoon... Vechten als een man. We doen aardig veel hits op hem. Zo'n armor gaat sowieso zometeen stuk als hij niet oppast. Oké, we kunnen in ieder geval zo. We gaan ons even omhoog bouwen. Die andere vent is helemaal omhoog gegaan, zo te zien. Laat ook even omhoog.
Jezus. Dit is echt zo'n gevecht wat oneindig gaat duren ook gewoon. Want het is OP, dus we gaan alle twee zo'n beetje niet dood. Nee, je gaat niet omhoog. Hij wil weg, hij wil weg. Je ziet het, hij wil weg. Zijn armor gaat kapot. Zijn armor gaat kapot. Seconders, nu ga je dood. Nu ga je fucking dood, dood, dood. Seconders, seconders. Nu ga je fucking dood. Probeer fucking rustig te hitten, maar... Goed zo, hè, hè, werd ik in tijd. Komt die andere vent. Even serieus, jij bent echt de grootste poes hier. Kom op. Weet je, het is niet zo fucking moeilijk om gewoon normaal te spelen in Skywars, weet je. Zo fucking moeilijk is het niet. Kom. Kom eens hier, dwerg. Even serieus. Ik word helemaal naar van die vent. Kom op. Nee. Oh, dat water blokkeerde me. Fuck jou. Gewoon. Nu word ik helemaal naar van je. Godverdompie. We hebben een punchbow, hè. Die hadden we echt nodig. Jezus. Oké, dat duurde super lang. Oké, we hebben in ieder geval een broek. We gaan onze spullen even herstellen. Want ik zie echt gewoon dat we super veel verloren zijn. Oké, we hebben in ieder geval de golden apples. Ik weet niet wat hij nog meer had. Ik weet niet of hij dan per se een beter zwaard had. Maar op zich met de fire aspect, dat werkte wel lekker. Want die gast wil water hebben, omdat hij dat vuur wil blokkeren. Want blijkbaar veel damage deed tegen hem. Ik weet trouwens niet eens wat goed tegen golden apples is. Of het überhaupt wel vuurwapens goed zijn tegen golden apples. Maar wie weet. We zullen het zien. Oké, ik zie niemand zo ver op de kaart. Ik zie daar wel iemand achter het midden. We zijn nog steeds wel eigenlijk op ons eigen eilandje, heel eerlijk gezegd. Dus we gaan eventjes naar een ander eilandje toe. Ik weet trouwens niet eens of deze vent zijn kist gepakt heeft. Ik weet niet eens of je die op het begin kan pakken überhaupt. Want misschien heb ik dat wel een beetje verneukt. Zo. Oh, fuck. Ik wil er niet tussendoor vallen. Ik wil helemaal erboven. Oké, we hebben een enderpearl. Dat is super mooi. Dat is super, 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 super mooi. Oké, we hebben een beter zwaard. We hebben een sharpness 4. Fuck dat zwaard gewoon. We gaan gewoon met de sharpness 4 gaan het gewoon proberen. We kunnen naar mid toe, maar ik wil eerst eigenlijk even de enderpearl bewaren voor later. Kijken of we dan echt naar mid moeten. Ik hoor iemand bouwen. Heel eerlijk. Ik moet eigenlijk mijn kompas er even bij pakken. Oh, kut. Flikker naar beneden. Ja, ik wil even mijn kompas hebben. Heb ik een kompas? Ja, ik heb een kompas. Hoe ver is dat? Your compass is tracking. Jij is tracking. Maar waar de fuck? Hoe wil je dat ik heen kijk? Daarheen, naar midden. Dat is de zichtbaarheid van de stippelen speler. Oké. Okay. Ja, ik vraag me af of er nog niet... nog een gast dichterbij is. Maar we kunnen eigenlijk wel vanuit het midden in de pullen. Weet je, we hebben op zich... hebben we gewoon de gear die we nodig hebben. Weet je, we hebben een knockback bow. Oh, fuck. Ik vond hem helemaal verkeerd. Oh, god. Dat was echt zo'n slechte enderpearl. Ik dacht dat redt hij wel, maar dat redt hij gewoon niet. Zijn enderpearl komt niet zo ver. Je moet hem echt ver gooien, wil je hem ver krijgen. Dus oké, we gaan even een soort van naar het midden bouwen. Bouwen naar een soort van middenpunt. Niet helemaal. Er zit nog steeds een vent, kan zit daar. Dus ik hoop dat hij me niet ziet, anders ben ik dood. Oké, mooi. Dan gaan we even hier staan. Hier zit niks in. Oké, deze zijn dus al geloot. Fuck, ik word helemaal bang van overal waar ik tussendoor flikker. Dat is echt heel irritant aan het worden. Oké, ik zie dat hier ook een brug gemaakt is. Waar zit die vent dan? Serieus, waar is hij? Oké, kompas, dat gaat nog steeds naar links. En hij trekt nu naar iemand anders toe. Niet meer naar Goldmine, maar naar een ander ventje. Ik ga even een speed potion opnemen, want... wie weet zou ik die zometeen nodig hebben. En neem ik ook van de golden apple in. Speed potion duurt... 1 minuut en 1,5 minuut ongeveer. Oké, mooi. Dan moeten we het ongeveer redden, denk ik. Upskay. Oké, waar zijn jullie? Kompas gaat daarheen. Gaan we ook daarheen. Ik zie ze trouwens vechten. Ik zie het. Of vechten, ze doen niks. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, ik verneukte me. Ik verneukte het zo hard. Oh, ze proberen elkaar te hitten, maar volgens mij lukt het niet. Oké, ik weet niet hoe ik dit moet doen, maar ik kan even wachten, tuurlijk. Ja, gewoon even doodmaken. Kom hier. Oh, hij is al dood. Mooi. Die andere nog. Dat is echt heel slecht.
compass is tracking. Ja, dat snap ik. Oké, kom op. Heb ik lava? Fuck, dat heb ik natuurlijk ook niet. Dit is een van de laatste spelers, dus ja, weet je, fuck it. Maak hem wel gewoon dood. Oké, het is zo'n ventje die niet weet hoe die moet PvP. Hij is aan het spam slaan. Oké, dat... Dat weet je dan ook weer. Oh, fuck it. Pak gewoon die boog. Kom op. Ik wil knockback. Die is ook dood. Mooi. Laatste. Waar is de laatste? Compass tracking natuurlijk. Tja. Nou, het boeit allemaal niet. We weten in ieder geval waar de laatste guys. Die kompassen zijn trouwens... Fuck. Oh, wat bedoel ik? Oh, wat deed ik? Ik verneukte het zo hard. Ik had hem gewoon. Oh, dat verneukte ik zo hard. Oh, dat was zo zonde. Oh, mijn god. Waarom deed ik... Waarom moet mij dat overkomen? Oh, god. Ik zag het al aankomen. Ik had gewoon die kill als ik gewoon niet eraf was gesprongen. Maar ik spreek er gewoon eens een debiel af. Oh mijn god. Oké, we gaan in ieder geval weer verder. We nemen gewoon de scout kit. Because I don't care. We spelen nu wel op de map Stars. De vorige keer kwamen we daar niet in, zeg maar. Omdat, ja, niet genoeg spelers. Nu is het trouwens wel weer normal. Dus dit is wel weer een stuk chiller. Dus ja, ik vind OP vind wel leuk voor soms om even te spelen. Maar liever, doe maar liever niet. Oké, we hebben wel redelijke loot, zo te zien. We hebben sowieso wel aardig wat eten. We hebben alleen niet zo'n hele goede gear, dat is wel jammer. We hebben wel een beetje gold en ijzer, maar niet echt perfecte gear. Er is nog wel één chest, die kunnen we even bekijken. Hopelijk zit er een diamond helmpje of zo in. Dan doet het mijn hartje ook wel weer een beetje goed. Oké, daar zit de kist. Er zitten wel diamond schoenen in. Oké, dat is op zich minst iets waar we wat aan hebben, denk ik. Op zijn minst is het iets. Zo, dan gooi je deze de shit er even af. Ik zie wel dat we op zijn minst een diamond zwaard hebben weten te krijgen. Dat is natuurlijk altijd chill. We gaan zo meteen even die gast naast ons pakken. Maar eerst gooi je even een speed potion op ons. Yep. Oké, mooi. Dan eten we veel snel die golden apple op. Ik weet 100% zeker dat ik die vent heb. Oké. Je mag niet van het eiland af. Dus zo. Voor die mensen die trouwens niet snappen waarom ik voor hem ging staan. Omdat ik hem niet het eiland af wil hebben. Omdat ik zijn helm wil. Dat is zeg maar even de reden dat ik... En er niet afgooien, als het ware. Oh, dat hij zoveel geluk mee. Als ik even iets sneller was geweest, had ik hem, denk ik. Okay. Deze gasten zijn met elkaar aan het PvP. Waarom kom ik er ook tussen? Ik vraag het zelf af. Oeh, die sneeuwbal was netjes. Ik vind het jammer dat de speed potion niet zo goed meer is. Zoals het... Zeg maar vroeger was. Oké, die vent is dood. Ik heb die gen niet meer. Dat was echt heel lame. Kut. Uit een golden apple opgegeten. Is die niet dood? Ik wou net zeggen. Dat duurde heel lang voor die vent dood ging. Volgens mij probeerde die glitch manier uit. Je hebt namelijk een glitch... Dat als je op F11 klikt, zeg maar. Als ik uit mijn Minecraft ga, soort van. Dat ik, zeg maar, mijn Windows-balken kan zien. Vervolgens dan, als je op Escape snel klikt of op E. En dan je Minecraft vasthoudt. Dan kan het zo zijn dat je terugglitcht. Het is geen hack. Het is een soort van glitch. Het is heel raar waarom dat zo is. Het is heel irritant, trouwens. Want je kan er niet voor echt voor gereport worden. Omdat, zeg maar, ja, het is geen hack. Het is een glitch in de game. Dus daar kan je zelf niet zoveel aan doen, weet je. Als jij bijvoorbeeld een glitch weet... Hoe je bijvoorbeeld in een of andere manier een diamond sword kan toveren. En je zonder hacks te gebruiken of mods te installeren. En je weet hoe dat voor elkaar te krijgen. Is dat een glitch in de game. En niet een hack. En dat is wel iets jammers. Niet dat het dan meteen een hack is, zeg maar. Maar het is gewoon kut, weet je. Dat soort dingen in de game zitten. Want dan, ja, dat is natuurlijk fucking van voordeel hebben. En ik vind het sowieso kut.
om Minecraft te spelen als het niet fullscreen is. Weet je, het moet gewoon fullscreen zijn. Wil ik lekker kunnen spelen. En anders, dan kan ik niet lekker spelen. En dan is het niet chill. Dus ja, oké, okay, we hebben in ieder geval een kist. We hebben op zijn minst nu eindelijk dat fucking diamond chestplate die we al de hele tijd zochten. Oké, okay, we hebben die even lekker binnengehaald. Dat is hartstikke mooi. We gaan even kijken naar de fucking buitenring. En we gaan even kijken wat hier allemaal te beleven is. Wat zijn hier allemaal voor kisten? Ik ben nog hier nooit trouwens op de buitenring geweest. We kunnen eigenlijk wel naar binnenring. Ik zie niet echt een enemy. Ik ga mijn kompas er weer even bij pakken. Die dingen vind ik zo handig. Er zit iemand daar op het eilandje. Ja, daar zit hij zeker. Oké, okay, dan kunnen we daar niet heen. Want als we daar gaan bouwen ergens, dan gaan we hoe dan ook dood. Dus laten we dat maar even niet doen. Ja, we kunnen eigenlijk wel even doorgaan. Er zijn nog 5 spelers. Dus dat betekent plus mij erbij is 4, als het ware. Eigenlijk min mij is 4. Ik hoop dat we het midden redden. Ik denk het alleen niet. Ik zit even de chat te lezen. Nog steeds mensen die vechten met 1.8 op het systeem. Hashtag facepalm inderdaad. Dat is inderdaad wel zo. Heel veel mensen zijn nog steeds aan het spamklikken. Terwijl het al lang al niet meer werkt. Volgens mij weten mensen niet hoe ze moeten PvP'en. 1.9.4. Ja, het is al 1.9.4 is er al, want er zijn er wat glitches volgens mij uitgehaald. Ik weet niet precies welke, maar als het goed is, meestal als ze zeg maar naar een nieuw getal schakelen, zeg maar van 1.8 naar 1.9, is echt een update. En zeg maar van 1.8.1 naar 1.8.2 zijn zeg maar een soort van kleine updates voor glitches eruit halen en dat soort dingen, weet je wel? Dat is even voor de mensen die het niet begrijpen. Oké, we hebben trouwens niet echt veel betere gear gehad. We hebben wel een broekje en ja. Dat was het enige wat we nodig hebben. Dus eigenlijk helemaal, gewoon helemaal goede gear. Oké, er zijn nog 2 spelers over. We kunnen nog naar boven. Ik heb nog nooit hierboven bekeken. Dus het is wel met een nieuwe. Your compass is tracking to koning van Loon ofzo. Koning van Loon. Nou, dan gaan we zo meteen eens die vent even opzoeken. Maar ik wil eerst even golden apples hebben. Ik heb er maar eentje, jammer genoeg. Dat is een beetje kut. Het duurt wel lang trouwens naar boven lopen. Jezus. Als ik zo'n trap thuis had om naar mijn zolderkamertje, dan ga ik, dan blijf ik elke dag boven. Dat weet ik nu al. Oké, we hebben een golden apple er weer bij. Even kijken of we daar kunnen nog wat vinden. Oké, we hebben er nog eentje. Schild ga ik nooit gebruiken, dus die neem ik toch niet mee. Wat doet dit? Helemaal niks. Is ook mooi, is om te weten. Denk ik. Oké, we gaan even dat zwaard enchanten, want we hebben nog geen enchanted zwaard. Terwijl we dat wel kunnen maken. Dus laten we het even proberen. Als het goed is krijg ik er geen knockback op, want het is echt tegenwoordig echt onmogelijk om knockback erop te krijgen. Moet je echt een paar zwaardige enchanten hebben, wil je dat doen, maar ik heb daar geen zin in. Dus daarom doen we dat niet. Oké, daar zit nog een golden apple in. En hier zit ook nog eentje in. Oké, mooi. En er zitten trouwens hier... Wat zijn het voor arrows? Speed. Spectral arrows. Daar waren X-ray arrows. Oké, dat waren die dingen. Oké, dat is zeker mooi. We hebben geen water. Ik zat even te denken, we kunnen niet even naar onszelf naar beneden droppen, maar we hebben geen water. Dit is wel echt kut trouwens. Dit is super lang dit. Zo'n trap duurt echt super lang. Holy shit. Ah, weet je, fuck it. Hier springen we er ook van af, hoor. Oké, waar zijn die ventjes? Die kompas trekt naar die kant toe. Ik hoop trouwens dat hun al in gevecht zijn. Dat scheelt mij. En nu gaat hij naar Dominique. Oké, waar is Dominique? Of Dominique, hoe je dat ook zegt. Waar de vent is die? Ik vind het jammer dat je geen meters kan zien. Volgens mij kon dat vroeger, maar dat kan niet. Of misschien kan op bepaalde servers kan het hoor. Waar zijn jullie verstopt? Hier, Nerdface. Ah, ja, dan moet je niet geschieten, weet je. Ik wil graag, heel graag naar je toe komen. Oh, dat is natuurlijk niet zo handig. Oké, we kunnen trouwens wel zo. Dat is volgens mij de brug die ik zelf gemaakt heb. Ik heb ook niet afgeschoten. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Minecraft, kom op. Dank u. Ik zat vast hoor, maar het was een beetje kut. Ik kwam even op een verkeerd moment uit dat ik helemaal kop stoot. En dat was een beetje jammer. Oké, even kijken. Waar is die vent? Die vent is aan het bouwen. Oh, wat? Schoot ik niet? Ik ben zo slecht, maar toch heb ik hem. Ik weet niet of mensen het zagen, maar ik schoot een triple arrow. En ik miste echt volledig de middelste, maar ik had die andere. Oké, we gaan nu naar hem spectaten. Dat scheelt sowieso. Trouwens, sorry dat ik ging schieten. Dominique, als je dit kijkt, tof peer. Sorry. Het moest. Daar ben je. Oké. Schot. Hoe ver komt die? Oké, we gaan gewoon bouwen. Fuck it. We gaan gewoon, of tenminste, we gaan via die brug. Gaan we naar die gast toe. Ik heb geen zin om te wachten voordat die gast eenmaal nadenkt van... laat ik maar eventjes wat gaan doen in de match. Weet je, want er zijn van die kinderen hier op Skywars die alleen maar een beetje lopen te campen. Een beetje aan het survivalen zijn, soort van, op een fucking Skywars server. Ik weet niet wat de fuck je in je hoofd aan het doen bent. Maar dat is niet het goede.
Dit is trouwens wel het laatste potje. Ik ga geen potje meer spelen, want anders wordt de aflevering veel te lang. En dat wil ik niet, want dan blijft ze niet enjoyable to watch. En dat moet natuurlijk wel. Oké, daar is die vent. Het wordt een spannende race. Het wordt een spannend potje. Ze alle twee sterke krijgers, hoop ik, voor hem. Oké, we gaan hem gewoon pakken. Hij gaat met eieren gooien. Dat heeft natuurlijk geen zin. Want ja, ik ben fucking speed. Ik moet trouwens wel van het vuur uit gaan krijgen, want dit... Oh, hij heeft nog geen golden apple genomen. Hij heeft wel meer damage volgens mij op zijn zwaard. Eigenlijk wil ik even zijn eigen lava intikken. Maar zoals je ziet krijg ik het niet voor elkaar. G-fish. Kut, kom op. Nee, oh, waarom mapte ik hem niet? Fucking mijn map cancelde volgens mij door zijn schild ofzo. Ik weet niet wat het was. Hij surfen sowieso een beetje lag. Kijk, what the fuck. Opeens combo team fink hard. Oh, dit is... Kijk, dit is fucking 1.9, hè. Even serieus. Ik kan niet PvP op CubeCraft meer normaal, want... Het hele PvP systeem lagt. Kom op. Kom op. Dit is weer zo'n nutteloze fight. Oeh, what the fuck, boost ik mezelf? Dat was heel apart. Kom op. Eindelijk. Einde fucking luck. Dat we klaar zijn. Not GG. Jij ook not GG, koning van loon. Not GG. Like deze video als je hem leuk vond. Deel deze video met je vrienden, favorieten en al die andere dingen. Laat maar zien hoe Mike Skywars speelt. Misschien interessant. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. En ik zeg later.